de overheid zegt, ik kijk naar de prijs, dan ga je dus als werkgever ook nadenken en zeggen van, kan ik dan voor die lagere prijs toch een heleboel mensen aan het werk houden? Bij de hele grote aanbestedingen Europees, maar bij alle, laten we zeggen, relatief kleinere aanbestedingen tot een paar ton, laat dat nou gewoon nationale overheden doen. Daar zijn we kritiekloos een beetje doorgeschoten. Het gaat om kwaliteit, het gaat om het voedsel, het gaat om de mensen, enzovoorts enzoverder. En dat proces is zeker de laatste jaren is dat heel sterk geworden. Geen 250 pagina's naar 15. Als we deze 15 goed doorgaan, dan hebben we met elkaar over 2 jaar een stuk gezelliger. Dank voor uw komst, veel succes en wij zijn er heel erg voor om met het vaardigheid te werken. Het beste is dus dat je afspraken op vrijwillige basis binnen branches, tussen bedrijven en opdrachtgevers maakt. Maar als daar het noodzakelijke doel niet bereikt wordt en wij vinden het als politiek belangrijk genoeg om het toch op een of andere manier af te dwingen, dan komt die wetgeving wel een keer aan de beurt. Maar ik heb de overtuiging dat de manier waarop dit nu gebeurt, vanuit de schoonmaakbranche, vanuit de catering en de beveiliging, ja, dat is de beste manier. En als we het samen op basis van argumenten eens kunnen worden, dan zijn we er allebei voor gemotiveerd. Dan gaat het veel vlugger en dan kunnen we sneller meters maken.